Het is een typisch Hongaars instrument dat ook in Roemenië veel gebruikt wordt. Eigenlijk is het cimbalo een familie van de piano, maar waarbij de piano de snaren onrechtstreeks aangeraakt worden, gebeurt dat bij de cimbalo onmiddellijk, want het is de muzikant zelf die de snaren dus met stokjes betokkelt, zoals u al kunnen zien hebt. In de volgende stukken hoor je de cimbalo op twee totaal verschillende manieren. Eerst als solo-instrument in de hele populaire chardas die dikwijls op de viool gespeeld wordt, maar nu is het dus de cimbalo die de solistenrol vervult. En nadien krijgen we die prachtige en onsterfelijke vioolsolo, de Méditation uit de opera Thaïs van Jules Massenet. Maar vanavond hoort u de Méditation zoals u hem wellicht nog nooit gehoord hebt. Het cimbalo dus in duo als vioolbegeleiding. En als u het gehoord hebt zometeen, dan zal u mij denk ik wel gelijk geven. Die combinatie geeft een heel unieke klankkleur. De man aan het cimbalo is afkomstig uit Hongarije, uit Boedapest, en ook hij stamt uit een muzikantenfamilie waar een ander beroep dan muzikant gewoon ondenkbaar is. Net als violist Zsolt Kalay studeerde ook Sándor Űrmös aan de Rajko Academie in Boedapest. Dat is een muziekschool waar alleen de heel begaafde zigeunerkinderen toegelaten worden en waar ook vooral Hongaarse zigeunermuziek wordt aangeleerd. En Sándor is bovendien een van de allerbeste cimbalisten van dit moment. Dat wordt dus genieten met de grote G, met het zigeunerensemble Kalay en in de schijnwerpers Sándor Űrmös.